Ooh. Mm-hmm. Hi, ik heb een hele stapel boeken bij me. Allemaal boeken van Joke van Leeuwen. Joke van Leeuwen is een schrijfster die van alles en nog wat schrijft. Ze schrijft niet voor één bepaalde doelgroep. Ze schrijft voor wat jongere kinderen, voor wat oudere kinderen. Ze schrijft ook voor volwassenen. Ze schrijft gedichten, ze maakt zelf illustraties. Het is echt een duizendpoot. En haar boeken zijn prachtig om te zien. Want ze maakt niet alleen de tekst, maar ze maakt juist ook zelf de illustraties bij haar eigen boeken. En dan niet als losse illustratie bij het boek, maar echt als onderdeel van het verhaal. Aantal voorbeelden. Mooi boek. Is ook echt een mooi boek van binnen. Er staan gedichtjes in. Maar ook heel veel spelen met letters. Hoe kan je letters eruit laten zien? Soort stripjes. Van alles en nog wat. Dingen waarin je letters kan herkennen. Leuk om met kinderen in de klas ook te doen. Gewoon in alledaagse voorwerpen letters herkennen. Of zelf je eigen alfabet maken. Kan je dat met je lichaam? Of kan je met potloden een alfabet maken? Of met iets anders? Hele mooie manier om een boek te verbinden. Bijvoorbeeld aan een les tekenen. Handvaardigheid of iets dergelijks. Ze schrijft ook wat serieuzere boeken. Toen mijn vader een struik werd, gaat bijvoorbeeld over de oorlog. Oh, zo happier is juist weer heel vrolijk ook, met allerlei versjes erin. Nu is later vroeger. Ik moest even nadenken over de titel. Nu is later vroeger. Maar als je hem helemaal hebt, dan klopt hij. Een boek over de tijd. Waar kun je 2 dagen achter elkaar jarig zijn? Bij de datumgrens in de buurt moet het je natuurlijk lukken. Weten honden hoe laat het is? Waar is 10 oktober 1582 gebleven? Die is blijkbaar weg, dat wist ik ook niet. En wat is een joktoseconde? Dat er zoveel informatie over tijd was, die je dan ook nog eens op een hele leuke manier kan brengen, was voor mij echt een openbaring. Ze schrijft gewoon fantastisch leuk op een manier die kinderen ook aanspreekt. En wat mij wel op is gevallen, je hebt ook wel eens kinderen die lezen niet zo heel leuk vinden. En die dan een boek van Joke van Leeuwen eigenlijk toch wel heel leuk vinden. Omdat je niet alleen de tekst hebt, maar juist ook het beeld erbij. Tijdens het lezen automatisch naar het beeld kijkt. Want daar zorgt ze ook wel voor. Bijvoorbeeld in de nieuwste boek. Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand. Spiksplinternieuw. Het begint al met dat Reinier vertelt dat het een gewone nacht was. En zijn huis is afgebrand. En hij is via de dakgoot naar de buurvrouw toegekropen. En de buurvrouw die greep hem bij zijn ellebogen en trok hem mee naar binnen. Jongen toch, zei ze, ik heb 1000 angsten uitgestaan. 1000 angsten, dat is veel. Nou, en hoeveel, dat zie je ook meteen. Wat het heel beeldend maakt meteen. Heel veel illustraties tussendoor. Maar ook soms woorden die ze heel mooi uitlegt, zonder dat kinderen doorhebben dat ze nieuwe woorden aan het leren zijn. Toen de brand uitbrak, lag ik op mijn zolderkamer. Iemand die vroeger in ons huis moet hebben gewoond, had heel groot de letters HR in een van de houten wanden gekrast. En iemand had er ooit een ouderwetse aanzichtkaart van een hond met droevige ogen opgeplakt. De lijm was zo sterk dat de kaart er niet meer af kon. Ook had iemand 4 ouderwetse stoelen achtergelaten. De voorpoten leken op hondenpoten. En er stond iets wat volgens mijn vader een lampetstel heet. Die gebruikten ze lang geleden om zich te wassen. Ze moesten met de kan warm water halen en het in de kom gieten. En na het wassen moesten ze het water weggooien, want zo'n kom had geen afvoergaatje. Toevallig had mijn moeder die stoelen van zolder gehaald om ze te laten opknappen. Toen de brand uitbrak, stonden ze bij een stoffeerder. Daarom zijn ze er nog. Ze staan nu in onze woonkamer en lijken net als wij te denken, wat doen we hier? We horen in een ander huis. Maar als ik op ze ga zitten, denken ze, oh ja, die billen kennen we nog wel. Het lampetstel staat ook heel mooi erbij getekend. Kinderen zien het, verbinden het ook aan wat ze lezen, maar hebben niet door dat ze eigenlijk ook gewoon nieuwe woorden aan het leren zijn. Superleuke boeken om te gebruiken in je klas voor creatieve opdrachten, om voor te lezen of om gewoon te promoten aan de kinderen en ze lekker zelf te laten lezen. Veel plezier ermee!